De bouw-, woon- en huishoudbeurs blijft in trek bij de samenleving. Dit zegt Vijay Gangarampandey, voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname, die achter deze beurs staat. Na 8 succesvolle beurzen staat de 9e binnenkort weer voor de deur. De voorzitter geeft verder aan dat de stichting 7 jaar de beurs heeft georganiseerd in het Flamboyant Park. Vorig jaar zijn zij naar het KKF-beursterrein verhuisd. De reden hiertoe is de toevoeging van het huishoudgedeelte aan de beurs. Gangarampandey benadrukt dat de bouw-, woon- en huishoudbeurs nooit tot een markt zal vervallen. Men had vorig jaar ook al heel veel vragen gesteld over het feit dat we de huishoudsector erbij hebben gehaald. Of het dan niet gewoon een bazaar gaat worden. Nou, wij als organisatie hebben erop toegezien en we waren streng daarover dat het geen bazaar wordt, maar dat het een beurs blijft. En zoals jullie hebben gezien, het is op hetzelfde niveau gebleven zoals de voorgaande beurzen. En we hebben het ook mooi ingedeeld zodat je de bouw- en woongedeelte in de eerste 2 hallen hebt. Dat zijn echt expositieruimtes waar mensen kunnen exposeren en hun producten of diensten kunnen promoten. En dan hebben we een 3e hal waar de huishoudbeurs plaatsvindt. En daar mag er in principe wel verkocht worden. Maar huishoud is breed. We hebben het gesegmenteerd en het moet dus links hebben met de bouw- en woonwereld. Dus je gaat daar geen levensmiddelen bijvoorbeeld kunnen vinden, et cetera, maar wel spullen dus van de huishoudsector die te maken hebben met de bouw- en woonwereld. De voorzitter zegt verder dat de ontwikkelingen van de bouw- en woonwereld in een versneld tempo geraakt zijn. Dat merk je ook aan het bezoekersaantal. Vorig jaar heeft de beurs rond de 17.000 bezoekers getrokken. Dat is weliswaar iets minder dan toen wij op Flamboyant Park waren, zegt de voorzitter. Maar ja, dat kan je gaan filteren in de mensen die al klaar zijn met bouwen. Die hebben waarschijnlijk niet meer zo nieuwsgierig naar nieuwe informatie. Maar al met al, ook al was het minder dan het Flamboyant Park, dan nog zien we het als een groei. Omdat je die groep die kan bouwen tegenwoordig en die informatie nodig heeft, die was vorig jaar, gingen we ervan uit, ietsje kleiner. Maar in elk geval hebben we toch nog rond de 17.000 bezoekers kunnen trekken. En de vraag naar informatie over het bouwen, wonen en een huisinrichting, die bleef groeien. Vooral nu, waar er heel veel sprake is van woningbouw, et cetera. En de tijden zijn nu economisch wat moeilijker, dus mensen zijn nieuwsgierig. Mensen zitten met heel veel vragen van hoe kan ik toch nog mijn huis realiseren of verbouwen. Die informatie moeten ze dan krijgen, dus die enthousiasme is er. Dus de bezoekers die maken er gretig gebruik van. Vijay Gangarampandey, voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname. Wij spraken hem naar aanleiding van de 9e bouw-, woon- en huishoudbeurs die begin augustus op het KKF-beursterrein gehouden zal worden. Gisteren heeft de organisatie een teach-in gehouden voor de exposanten.